Goed, we hebben de studio weer helemaal aangekleed voor een nieuwe aflevering van Knutsel TV. Over verjaardag gesproken. Daar hadden we het helemaal niet over, maar toch, hè? Ja, het is september. Ik in januari. En wat doe je met een verjaardag? Ja, ik maak altijd foto's op een verjaardag. Ja, ik ook. En dan heb je zo'n boetje of zo'n schilderij waar je een beetje door loopt te koekeloeren. Maar ja, het duurt dus nog even voordat we jarig zijn. Ja, maar dat kan je ook gewoon doen als je vriendinnen komen slapen. Ja, of als je bijvoorbeeld op de camping een leuke BFF ontmoet. Ja. Weet je, geen gelegenheid is te gek. Maar alleen een foto vind ik wel echt een beetje saai. Ja, precies. Want jij had een goed idee. Ik had altijd van versieringen. Jij had een heel goed idee. Ja, ik had eigenlijk... Ja, die snorren die zijn een beetje uit de tijd. Die kennen we nou wel. We hebben iets nieuws. Namelijk echt een... Ja, een soort masker. Ja, een maskerade. Dus je staat wel op de foto, maar toch ook niet, want ze herkennen je niet. Nee, precies. Maar ik zag ook eigenlijk niks. En wat ga jij dan maken? Ja, ik ga gewoon de slingers voor de muur. Want ja, deze ziet er wel leuk uit, maar dat kan natuurlijk altijd leuker. Dus wij gaan aan de slingerslag. Aan de slingerslag. Wat hebben we nodig? Voor de slingerslag heb ik nodig veel crêpepapier, een schaar, gekleurd karton, een voorbeeld van een masker, lange satéstokjes, versieringen, Bizon knutsellijm, Bizon patafix en de Bizon dubbelfix. Goed, Anouk, laten we beginnen. Onze draaiboeken gaan wegstoppen, want dan ziet iedereen dat we gewoon alles van het briefje aflezen. Wat stond daar ook alweer? Oh ja, dat ik de slingers ga maken voor de muur. Ja. Ja, dat doe ik bij deze. En daarvoor gebruik ik crêpepapier. Ik knip het crêpepapier doormidden. En dan hou ik heel erg van franjes. Ze noemen het ook wel fringe, dat is nu weer helemaal hip. Fringe? En ik maak gewoon hiervan een franje slinger. Ik vind dat je een flink stuk gebruikt. Hoe bedoel je? Dit wordt een dikke slinger. Ja, dat is ook de bedoeling. Je moet de hele muur doen. Oh ja, dat is waar ook. En als je het nou dubbel legt en knipt, dan scheelt het je zo meteen heel veel ander knipwerk. Want zo meteen klap ik hem op en dan is mijn eerste slinger al klaar. Help even mee. Ik geef jou dit stuk. En dan rollen we hem uit. En mijn eerste slinger is al klaar. Super easy! Ja, hier moet hij komen. Hey, dit is een goede plek. Als jij hem even vasthoudt... Ja hoor, ik ga wel even staan. Dan pak ik even de patafix. En dan neem ik een kleefpet. En die kneed ik even tot een hele warme massa. En dan kan ik hem gebruiken op de muur. Marcia, hou je het nog vol? Nee, ik was even bij gaan zitten. We gaan zitten? Oké. Hier gaan we. Ja, de slinger hangt ook niet zoals het moest. Wat was precies de bedoeling? Ja. Hier krijg jij een stuk. Nou, die hangt. Oh ja, ik ga dierenmaskers maken. Ik heb een voorbeeldje op internet gevonden. Deze kat. En je tekent eigenlijk dit gewoon na op een tof stukje papier. Nou, de basis is klaar van mijn kat. Nu ga ik mooie wimpers maken. Doek uit de hand. Kijk, dat is wimper 1. Snorhaar van glitters lijkt me wel wat. Zus. Ja. Is de muur al vol? Nog niet. Even nog de oortjes voor de kat. En die plak ik zo dadelijk op mijn maskertje. En hiervoor gebruik ik de Bizon knutsellijm. Die is nu wit, als ik hem zo dadelijk erop doe, kijk. Maar die droog transparant op. En leg ik hem bijvoorbeeld zonder dop op de tafel. Dan drupt hij niet. Gezellig hoor, gezellige bende is het. Een gezellige fotobende. Het ziet er heel gezellig uit. En die kun je ook heel gemakkelijk maken. Nou, voor zo'n hele slinger heb ik heel veel tijd nodig. Dus ja, dat ga ik nu niet doen. Laat zien hoe je deze in een handomdraai kan maken. Dan heb je een papier of zijdepapiertje. Die vouw je dubbel. En dat doe je nog een keer. En dan ga je eigenlijk net als wat ik net deed met de slingers, ga je er ook knipjes in maken. Zo. En nu ga je het oprollen. Easy, zal ik er een eentje doen? Ja. En dan ga je hem draaien. Ja. Dus dan gaat hij al in een lusje. Ja. En dan draai je het lusje nog een keer, een paar keer om. Oh, dat ging snel. Een lusje en dan nog een keer draaien. Ja. En dan nog een keer draaien en dan nog een keer draaien, totdat je niet meer verder kan. En dan is je sliertje al af.
Hey, ik heb dit af, maar ik moet nog twee ct-stokjes op de achterkant plakken. Dat doe ik met de dubbelzijdige klevende tape van Bison. Even projectje, in dit geval mijn nieuwe masker omdraaien. Krijg jij deze? Wow. En dan ga ik voor deze. Alleen we zien allebei helemaal niks. Nee. Dus wij gaan gewoon eens eventjes in de fotoboot staan. En heb je nog bepaalde poses die je wil doen? Hey, vergeet je ons niet te volgen op Instagram, want zo moest ik het uitspreken, op Facebook. En je bent natuurlijk al lang abonnee van ons YouTube kanaal, toch? Goed, zo mis je in ieder geval niks, maar dan ook helemaal niks van de hipste, de tofste en de gekste, gaafste knutsels van KnutselTV. Zijn ze mooi, Anouk? Ik ben even een selfie aan het maken in mijn fotoboot.